Hoe is het? Goed, ja? Probeer. Ha. Wat is de ha? Dan wist ik dat er van de ha zit, hè? Ja, ha. We gaan zo meteen zijn eerste profcontact tekenen. Hij heeft zojuist al de eerste proeftraining met Ken doorstaan. Dus dat gaat er vandaag gebeuren. Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje met een knipoog, maar hopen papa en mama stiekem dat er later een grote voetballer wordt en hier in de koel gaat spelen. Kijk, als tellige uit sportfamilies en allebei met een voetbalhart, hoop je natuurlijk dat hij profvoetballer wordt. Maar ja, dat is echt geen doel op zich. We zijn anderhalf jaar met hem onderweg en hoe het over 10 of 12 jaar uitziet, dat zien we dan wel weer. Ja, zo meteen gaat hij een contract tekenen. Heb je nog een tip voor hem? Ja, een goede zaakwaarnemer regelen. En ik bij deze hou ik me aan bijvoorbeeld. We zijn enorm blij als VVV dat we zo'n jong toptalent al heel vroeg aan ons hebben kunnen binden. Dat past ook wel bij VVV, hè? Jonge talenten uit de regio vroeg scouten. Maar deze jongen overtreft werkelijk alles. We hebben hem afgelopen week een paar keer gezien en een paar keer gescout. En als je ziet wat Beer al met een bal kan doen. Blij om vandaag bekend te kunnen maken als VVV dat Beer een contract tekent bij VVV. We gaan nu dat contract tekenen, Beer. Mag ik jou vragen om een handtekening te zetten met jouw pa, want jij mag dat zelf eigenlijk nog helemaal niet. Ja, nog. Hij tekent zelf een hele mooie handtekening. Volgens mij lijkt het heel erg op een bal. Vanaf dat hij begon te kruipen was hij met een bal bezig. Is alleen maar dat leeft op een gegeven moment alleen maar bij hem. En toen hebben we dat filmpje opgenomen, het beruchte filmpje. Niet eens om met voorbedachte raden om het op YouTube neer te zetten, maar het heeft op de Facebookpagina van mijn vriendin Barbara gestaan. En van daaruit kregen we zulke leuke reacties dat we zoiets hadden van, nou, misschien eens op YouTube posten. Ja, ik heb het zelfs een keer of 10 gezien en ik heb het hier ook op de club laten zien aan iedereen. Ik vind het wel fantastisch hoe die kleine het allemaal voor elkaar krijgt. Hoera! Hoera! Hoera!